man die zijn eerste doelpunt voor Roda JC scoorde. Ja, fijn gevoel. Ik was er op aan het wachten en eindelijk is het zover. Dan heb ik het over Jannes Vansteenkiste. Je laatste was volgens mij in het duel tegen Antwerp, 15 januari, 2 jaar geleden. Met Antwerp? Met Antwerp, tegen Van Diersen, nee, tegen Van... Nee, ik heb geen idee wanneer dat de laatste keer was. Het is al zodanig lang geleden. Het ging goed vandaag, bij Vlaagje. Ja, toch wel, toch wel. Ik denk dat we zeker de eerste helft een paar mooie dingen hebben laten zien. We hebben er hard voor gewerkt, dus ik denk dat het zeker een verdiend punt is. Wat is het probleem dat het mooie doelpunt van jou zo snel die gelijkmaker kwam? Ja, het is jammer dat die gelijkmaker inderdaad zo snel valt. Het was fijn geweest mochten we met de voorsprong de rust kunnen ingaan, maar goed, hij valt uiteindelijk toch snel en moeten we terug vanaf nul beginnen. Maar goed, we zijn verder gegaan met ons ding. En we halen er toch nog een punt uit. Koos zo maakte de 2-1. Daarna was het, ja, mag ik het zo zeggen, overleven. Hè? Ja, dat klopt. PSV drukte ons daarna wel weg. Maar ik denk dat we het niet slecht gedaan hebben, dat we goed in blok stonden. Jammer dat die gelijkmaker nog 5 minuten voor tijd nog valt. Nou heb je vandaag een punt gehaald hier. Over 14 dagen komt de derby tegen VVV. Wat denk je daar dan, met dit niveau? Ja, ik denk als we ons niveau halen, moeten we opnieuw voluit voor de 3 punten spelen. En, we zien wel hoe dat de wedstrijd verloopt, maar ik denk dat we gewoon naar onszelf moeten kijken. En ons beste niveau naar boven halen en voluit voor de 3 punten moeten gaan. Is het mooi ook niet vandaag dat je nou een punt meer afstand hebt genomen van Twente? Ja, oké, dat klopt ook. Het is ook belangrijk dat we zo ver mogelijk boven Twente blijven. En met dat puntje lopen we toch weer iets verder weg. En komt er toch weer iets meer druk bij in. Is er nou euforie bij jullie in de kleedkamer of toch het gevoel van misschien had er meer in gezeten? Ja, persoonlijk had ik het gevoel dat er wel iets meer is. Dat zeker omdat die gelijkmaker zo laat valt. Euforie is er zeker niet. We moeten met de voetjes op de grond blijven. En er volgen nog 2 wedstrijden waarin we zoveel mogelijk punten moeten halen. Je eerste Jannes vandaag, hè? Laat er nog een paar volgen. Hopelijk wel, ja. Proficiat, hè? Dank je wel.